Goedemorgen, ik kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we wolken en opklaringen boven Nederland en boven de Noordzee zien we nog veel meer wolken en met de westenwind komen die onze kant op. Dat betekent dat we dus een afwisseling van zon en wolkenvelden hebben en dat er ook van tijd tot tijd buien vallen. In de loop van de ochtend neemt de buigheid toe. Temperaturen zijn laag in vergelijking met de afgelopen periode, het wordt vanmiddag zo'n 18 tot 20 graden en die buigheid houdt de hele middag aan. Waar het een stevige wind, aan zee af en toe windkracht 6, geldt trouwens ook voor het IJsselmeergebied. Ook vanavond nog veel buien. Pas na een uur of 9 à 10 zien we de buigheid geleidelijk afnemen. En de temperaturen en wind blijven matigjes. Morgen draait de wind naar het noordwesten. Koelere lucht stroomt het land binnen, daardoor temperaturen misschien nog iets lager dan vandaag. Er vallen ook opnieuw buien, maar in de middag verwacht ik dat de buigheid al afneemt en dat het dan vanuit het zuidwesten fraaier weer wordt. En dat zorgt voor een hele mooie vrijdag met volop zon. Temperaturen kunnen weer herstellen. Het wordt zo'n 22 tot 24 graden bij weinig wind. Zaterdag wordt het nog warmer, rond de 28 graden en ook dan blijft het droog, maar zondag verwachten we weer buien. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.